Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien wat er in mijn toilettas en in mijn make-up tas zit. Want ik ga overmorgen op vakantie voor 2 weken en ik heb alvast de spulletjes uitgezocht die ik mee wil nemen. We gaan dus 2 weken weg naar Griekenland, naar Rethymnon op Kreta om precies te zijn. Ik heb er onwijs veel zin in, ik maak me verder niet al te druk om de financiële situatie. We nemen gewoon extra contant geld mee, maar voor nu heb ik gehoord dat eigenlijk iedereen nog kan pinnen. Wanneer jullie dit zien ben ik trouwens al weg, dus dan weten jullie dat. Voordat we beginnen even een disclaimer, want ik ben gewoon een overpacker. Ik neem liever te veel mee dan te weinig. Misschien een beetje onzin, maar ik vind het gewoon leuk om me ook uit te leven en zo op vakantie met make-up en weet ik het wat. Gewoon leuk. En ja, weet je, ik kom nooit aan 20 kilo, want de kleding die ik meeneem weegt allemaal niks. Dus het zwaarste zijn mijn toiletartikelen. En zolang ik gewoon niet over het aantal kilo's heen kom, is het prima. Want op vakantie shop ik eigenlijk bijna niks in dit soort landen. Want het zijn vooral marktjes en dergelijke. En eigenlijk, ja, vroeger kocht ik daar heel veel toen ik een jaar of 11, 12 was. Maar dat is steeds minder geworden en nu koop ik alleen souvenirtjes. En ja, heel veel gaat er juist uit, zoals je shampoo, je zonnebrandcrème, etc. Dus eigenlijk heb ik meestal minder dan meer als ik weer terug ga. Dus dat komt helemaal goed. Nou, ik ga beginnen met de toilettas. Deze toilettas heb ik ooit bij de Kruidvat gekocht. En ik vind hem echt ideaal, omdat het een soort van box is, waardoor er heel veel in past en het gewoon rechtop blijft staan. Ik ga gewoon alles randomer uitpakken wat ik zie. Allereerst een pak met reinigingsdoekjes. Die gebruik ik altijd als eerste om mijn make-up er even af te halen. Een deodorantroller. Dan de borstels en tandpasta, ook voor Marco gelijk. Lenzenvloeistof en een lenzendoosje. En ik moet mijn nieuwe lenzen morgen nog ophalen. Dus die moet ik dan natuurlijk ook meenemen. En dan ook een reservepaar. Zonnebrandcrème. We hebben er ook nog 2 in Marco's toilettas. We nemen er 4 mee. Dat gaat altijd wel op in 2 weken eigenlijk bij ons. En dan heb ik ook nog een After Sun. Deze ruikt echt ongelooflijk lekker van Garnier. Het is echt, ik heb nu al zin om deze te gaan gebruiken. Want als ik dit ruik, dan denk ik gewoon aan vakantie. Ook nog een aantal medicijnen, namelijk neusspray en diarreeremmers. Because you never know. En ik heb in mijn handbagage ook nog ibuprofen en reisziektetabletjes mee. Want die heb ik soms nodig op een boot. Maar die neem ik ook maar gewoon vast mee in mijn tas, waarom niet? Dan heb ik ook nog dit. Dit is zonnebescherming voor je haar. En omdat ik best wel licht haar heb, wordt het snel droog of een beetje beschadigd door de zon. Dus ik vind het heel erg fijn om dit dan te gebruiken. En ja, nog meer zonnebescherming. Je kan nooit te veel daarvan hebben. Dit is speciaal voor het gezicht. En dit is net wat minder vet. Ik vind dat persoonlijk veel fijner om te gebruiken op mijn gezicht. En dit is nog een lippenbalsem met zonnebescherming. Dus met SPF erin. Zodat je lippen ook niet verbranden. Ik wilde niet 1 grote tube shampoo meenemen. Dus ik heb 3 kleintjes. Omdat deze wel gelijk weer heel klein zijn. En na een dag strand ga ik eigenlijk altijd mijn haar wassen. Dus ik was het veel vaker dan normaal op vakantie. Ik heb deze, de Go Blonder van John Frieda. En 2 verrassend volume shampoo's van André Lon. Dan heb ik geen conditioner mee, maar in plaats daarvan heb ik deze pot van L'Oréal Elvive. En dit is een haarmasker. En dit spul maakt je haar zo zacht en soepel. En het is gewoon heel fijn als je haar heel touwachtig aanvoelt. Elk jaar zweer ik erbij om zo'n pot mee te nemen. Gaat lang niet op, maar maakt niet uit. Ik neem het gewoon even mee. Ik kan meer dan genoeg gewicht meenemen. Mijn kleding weegt niks. En dit is de Renutrition met Royal Jelly en Omega 6. Verrijkt met een verzorgend serum dat intense verzorging geeft dankzij de rijke en smeltende structuur. En geeft een langdurige bescherming tegen uitdroging. Dus dat is ook wel fijn voor de zomer. Dan nog shaving gel en 2 scheermesjes. Ook nodig natuurlijk, wil wel gladde benen hebben en oksels, et cetera. Wattenschijfjes en wattenstaafjes. Een cleansing milk en een cleansing tonic van de HEMA. En deze vind ik echt super schattig, zo klein. Heel erg handig ook. Een handgel, deze doe ik denk ik ook in mijn handbagage. Die vind ik heel fijn voor op het strand. Als je iets plakkerigs of zo hebt gegeten, zoals een ijsje of fruit. Of als je gewoon eventjes je handen wil opfrissen of reinigen. Een droog shampoo, ik vind dit toch altijd wel heel fijn om te hebben. Je weet maar nooit of ik het een keer ga gebruiken. Thuis gebruik ik het wel gewoon echt heel veel. Dus daarom wilde ik er toch een meenemen. Deze van de Kruidvat ken ik nog niet. Maar het was de enige kleine die ik kon vinden. Dus het zal wel prima werken. Dan heb ik in deze reispotjes mijn dag- en nachtcreme gedaan. Lijkt altijd heel weinig. Maar mijn ervaring is dat ik hier gewoon mee uitkom. Een glasvuil en nagellakremover. Deze is nog niet open geweest. Ik doe er ook nog een plastic tasje omheen. Want het is echt een ramp als dit open gaat.
eerder heb ik van die pads mee gehad, maar ik vind dat eigenlijk heel naar. Die zijn heel olieachtig en ja, vind ik gewoon niet zo lekker. Dus ik heb liever toch gewoon remover en ja, dat werkt gewoon ook wat fijner. Ook heb ik 3 nagellakjes mee. Ik kon niet kiezen. Dit is Tarte Deco van Essie. Die past perfect bij mijn nieuwe bikini en het is echt een leuk zomers kleurtje. Dit is van Flormar Turquoise Green. En die is ook heel erg leuk. Zo, in één keer wordt het helemaal donker. De zon is verdwenen, dus sorry voor de verandering in het licht. En dan nog een leuke lila kleur van Rimmel. Alle 3 heel leuk. En ik neem denk ik ook nog een base coat mee, want ik wil toch niet dat mijn nagels gaan verkleuren. En de topcoat laat ik gewoon even zitten. Dit past dus allemaal in deze tas. Als je je afvraagt waar ik mijn haarborstel heb, die doe ik in mijn handbagage. En ik ben nog eventjes op zoek naar een kleine douchegel, want die heb ik wel ergens in een pakketje of zo wat ik ooit heb gekregen. Maar die moet ik dus nog eventjes ergens vandaan vissen thuis. Dan gaan we verder met de make-up tas. Om te beginnen in de make-up tas zit BB cream. Ik heb er nu 2 in. Deze van Catrice en deze van Garnier. Ik wil er maar eentje meenemen. Maar ik twijfel of hier nog genoeg in zit. En deze heb ik nog niet eerder geprobeerd. Dus die ga ik morgen even op mijn huid proberen. Als ik die fijn vind, laat ik deze erin. En anders gewoon deze. Maar dit is het enige wat ik 's avonds eventueel toch wel wil gebruiken. Als ik ja, gewoon wil dat mijn huid er net wat beter uitziet. Maar dat zal dan echt heel weinig zijn. En overdag dan ga ik het sowieso niet gebruiken. Dan heb ik de Maybelline Fit Me Concealer bij me. 2 mascara's. De Max Factor False Lash Effect. En een waterproof mascara van Catrice. Dat is het enige wat ik eigenlijk overdag een beetje zal dragen. Als ik bijvoorbeeld naar het strand ga. Mijn wenkbrauwpotlood en wenkbrauwgel. Oogschaduwbasis. Eyeliner. Ik heb net nieuw dit paletten gekocht van MUA. Het eyeshadow palet Spring Break. En die heeft hele leuke zomerse kleurtjes. Ik heb soms 's avonds wel zin om een look te maken. En hiermee kan ik denk ik alles maken wat ik zou willen. En hij is lekker licht en past gewoon in de make-up tas. Dus dit is de enige die ik meeneem. Dit palet van Make-up Revolution is ideaal met een matte bronzer, een mooie highlighter en een hele mooie blush. En dit lijkt wel heel erg op NARS Orgasm of Sleek Rose Gold. En is gewoon 3-in-1, dus kan niet beter eigenlijk. Dan heb ik nog wel los een highlighter meegenomen voor de binnenste ooghoek en het wenkbrauwbot. Omdat deze gewoon echt ja, mijn favoriet is. Deze draag ik eigenlijk echt elke dag. En nog een nude oogpotloodje voor de waterlijn. Ik heb een poeder mee die ik met mate zal gebruiken. Want ik vind het heel vervelend als je zo'n verstoppend effect krijgt door poeder. Want ik zweet nogal veel als het warm is. Dus ik, ook al glans ik erg, ik wil het niet te veel dicht poederen. Maar deze van Lancôme, die heeft een hele mooie finish. Een beetje een glowy finish. En die vind ik dan wel heel fijn om toch een beetje op de T-zone te gebruiken. Alle make-up geldt echt dat ik het alleen de avond draag. Maar dan vind ik het gewoon leuk om echt op te tussen. Ik weet niet, ik leef echt toe naar de vakantie. Dan zie ik al de outfits voor me, de make-up. Dus ja, dan draag ik gewoon wel wat make-up. Ik heb ook nog MAC Dainty mee. Dit is dan meer roze blush, terwijl die in dat paletje eigenlijk meer peachy is. Dus dat is ook wel heel erg leuk. En deze heeft ook een hele mooie glans in zich. Natuurlijk kan deze Soft & Gentle highlighter ook echt niet ontbreken. Dit is echt mijn ultieme favoriet. Echt wauw. Dan gaan we over naar de tools, want die heb je natuurlijk ook nodig. Een potloodslijpertje voor mijn wenkbrauwpotlood en mijn oogpotlood. Dit zijn de gezichtskwasten die ik meeneem. Dit is een blush brush van Real Techniques. Een poederkwast. En dit is de Expert Face Brush die ik voor bronzer gebruik. En deze kwast van Bedellium Tools gebruik ik voor de highlighter. Dit zijn de oogschaduwkwasten die ik meeneem. Onderaan zie je de Crease Brush van Real Techniques. In het midden een oogschaduwkwast van de HEMA. En daarboven de Accent Brush voor highlighter. En die is van Real Techniques. Dan neem ik ook nog mee mijn wimperkruller. Een schaartje, altijd handig voor verpakkingen en dingen. Ik kom altijd wel erachter dat ik hem nodig heb. En voor teennagels gebruik ik die ook. En dan ook nog een pincet. Spiegeltje, maar die ga ik verplaatsen naar mijn handbagage. En deze dingen, je zult je misschien afvragen, wat is dit? Maar dit zijn dus parfumverstuivertjes. En dan kun je eigenlijk je parfum hierin overgieten. En dan kun je er dus 2 meenemen. En zijn ze veel lichter en kleiner. En kunnen ze niet kapot, et cetera. Dus ideaal. En hiermee kan ik makkelijk de hele vakantie doen. Dus hier ga ik nog 2 favoriete geurtjes in doen. Haarelastiekjes. Ik raak ze altijd kwijt, dus een paar extra kan geen kwaad. En een heleboel lipproducten. Dat vind ik gewoon super leuk. Daar heb je geen last van met de warmte. En dan kun je het toch een beetje uitpakken. Dus ik heb er best een aantal mee. Als eerste de Lancôme Shine Lovers. Dit zijn hele glossy lippenbalsemachtige lipsticks eigenlijk. Want ze zijn wel heel gepigmenteerd. Ik heb deze hele mooie peachy kleur. Dit is echt mijn favoriet. Heel draagbaar is deze. En deze ook. Die neem ik denk ik ook mee. En deze gaan in mijn handbagage.
een fel roze. En deze zijn gewoon super easy on the go. En die kan je bij wijze van spreken zonder spiegel gewoon op je lippen deppen en verspreiden. Heel leuk. Ook voor overdag eventueel als je een keertje iets anders gaat doen dan zwemmen of naar het strand. Dan een hele mooie koraalkleurige lipstick van Yves Saint Laurent. MAC Lovelorn, een hele mooie lichtroze lipstick die heel draagbaar is. En Relentlessly Red. Dit is echt een hele zomerse rode kleur. Echt heel mooi. En als laatste toch nog een neutrale kleur voor als ik een keer geen zin heb in een felle kleur. En dat is MAC Faux. I know, it's a lot. Maar ja, lipsticks zijn gewoon fun en die wil ik gewoon genoeg mee hebben. Nou, dat was dan wat ik meeneem. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En ik ga nu deze enorme zooi die hier om me heen ligt weer inpakken. Nu denk ik echt, wow, ik neem mijn hele leven mee. Maar maakt niet uit. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Ik weet niet of ik nog tijd zal hebben om ook een video op te nemen van de kleding en zo die ik meeneem. Want daar ben ik nog mee bezig. En ja, met bewerken en zo wordt het denk ik heel last minute. Maar mocht je dat nog leuk vinden, laat even weten. Want misschien kan ik als ik terug ben anders gewoon nog even aan jullie laten zien wat ik meenam. Want ik ben natuurlijk alweer rond 20 juli. Iets later kom ik terug. Dus dan hebben veel er toch nog wel wat aan omdat ze misschien nog op vakantie gaan. I don't know. Laat maar weten. Oh, vergeet trouwens niet mij op Instagram te volgen om mijn vakantieavonturen te zien. Dat zet ik even hier in beeld. Dit is echt een random video die alle kanten opgaat. Dus ja, je bent alvast gewaarschuwd. Doeg!